Uitzending van Apparticipatie TV. In het kader van de Provinciale Staten gaan we in gesprek met Grete van Geffen. Ze staat op de lijst voor de VVD in Noord-Holland op positie 12. Dus stem op Grete. Naast haar zit Pieter Nijhoff. Hij is de voorzitter van de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Nieuw-West. En hij is namens GroenLinks vertegenwoordigd daarin. Ja. En heeft ook veel meegedaan met campagne voeren in de Staten, maar ook in de gemeenteraad. En gaat dus ook met vol vertrouwen de komende verkiezingen in, denk ik. Zeker weten. Okay. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om onze vrijheid te behouden. Je ziet dat we best wel een beetje vol raken in Noord-Holland. Deels omdat er niet genoeg gebouwd wordt bijvoorbeeld. Ben je nog vrij om ergens te wonen? Ben je vrij om ergens heen te kunnen gaan? Er gaan stemmen op je mag niet meer vliegen. Of er worden vervoersmogelijkheden geschapen waardoor je 5 keer moet wisselen. Je moet met de fiets. Je krijgt geen parkeerplek meer thuis bijvoorbeeld in de planning. Dus je moet eerst met de fiets naar je parkeergarage. Dan moet je daar met de auto naar de trein. Dan moet je met de trein verder. En daarna moet je in de stad waar je bent gearriveerd nog een vervolgstap maken. Nou, ik denk dat dat planmatig allemaal op papier prachtig is. Maar als jij degene bent die daar loopt te sjouwen met kinderen of koffers of wat ook. Dat, dat je iets meer vanuit jezelf gedacht zou willen zien. En wat minder vanuit hoe het beleidsmatig dan zo ideaal in elkaar ziet. Nou, dat zou ik graag willen vormgeven in Noord-Holland. Je bent lid van GroenLinks ook. En, toch wel de Milieupartij. Is het deze verkiezingen, zijn die daar belangrijk voor, denk je? Ja, zoals je merkt, overal in het land en in Europa begint het klimaat steeds meer echt een hot topic te worden. Wij zijn de eerste generatie die iets merkt van klimaatverandering, maar tegelijk ook de laatste generatie die er iets aan kan doen. Dus als we willen dat Nederland nog droge voetjes houdt over 50 of 100 jaar, dan zullen we echt heel hard in moeten gaan grijpen. Gisteren kwam over een artikel naar buiten dat je ziet dat Nederland in Europa onderaan bungelt als het gaat over het terugdringen van CO2. Klimaatverandering. Ik geloof dat alleen Luxemburg het nog slechter doet dan wij. Dus ja, dat is echt wel een uitdaging. Daar moeten we echt iets aan gaan doen. En ik hoop dat daarom ook heel veel mensen op GroenLinks gaan kiezen. Omdat GroenLinks daar zich heel hard voor wil maken. En een stem op GroenLinks is wel een stem voor verandering wat dat betreft. En een stem op maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Zitten jullie op dit moment in het college in Noord-Holland als nee. GroenLinks? Nee. Nee, het college is net als de vorige keer. We zaten het VVD, CDA, D66 en Partij van de Arbeid. En die doen het nu al acht jaar, denk ik, toch? Ja. Elke 4 jaar, hè? Verkiezingen. Ja. En wat ons betreft mag er echt wel wat veranderen. Dus graag een college met GroenLinks erin, ja. Belangrijk dat iedereen gaat stemmen. Ik bedoel, de Provinciale Statenverkiezingen lijken misschien wat minder belangrijk. Maar met de Provinciale Staten kies je ook indirect de Eerste Kamer. En dan kun je op landelijk beleid heel veel invloed uitoefenen. Dus laten we zorgen dat de huidige coalitie in Den Haag de meerderheid kwijtraakt. En dat GroenLinks veel invloed krijgt in de Eerste Kamer. Zodat we echt wat kunnen gaan doen. Een inclusieve samenleving houdt ook in dat mensen met een beperking naar allerlei evenementen kunnen gaan. Festivals, cultuurvoorstellingen, musea, ga zo maar door. Toch zie je dat mensen met een beperking daar nog heel veel moeite hebben om daar naartoe te komen. Grete. Nou, ik denk, er zijn 2 dingen die heel specifiek moeten gebeuren. En het ene is wat genoemd wordt in de praktijk design for all. Bij alles wat er gemaakt en ontworpen wordt, moet je van tevoren nadenken wie de potentiële gebruikers zijn. Dat is dus inclusief mensen met een eventuele handicap. En dat bouw je vooraf in je hele planvorming, bouw je dat al in. Dat gebeurt nu vaak niet, dus er komt eerst iets. En dan ben je iets vergeten en dan moet het eraan worden toegevoegd. En daardoor krijg je de beeldvorming dat het allemaal zo duur is als je rekening moet houden met mensen met een handicap. Maar dat komt omdat je geen design for all hanteert, maar omdat je dat pas in de laatste fase doet. En dan is het inderdaad duur. Maar dat ligt eigenlijk aan jezelf. Het tweede is dat je een cultuur moet hebben. En dan bedoel ik de cultuur zoals hoe mensen met elkaar omgaan. Waarin je ook echt rekening houdt met elkaar. Je zal je verbazen. Er is bijvoorbeeld een plek waar 3 zalen zijn. De een heeft een ringleiding, de andere 2 niet. En in de planning wordt degene die die ringleiding nodig heeft constant in de verkeerde zaal gepland. Dus je hebt je voorziening ingebouwd. Geloof me echt, dit kom ik qua werk heel veel tegen, dit soort dingen. En men houdt er gewoon geen rekening mee. Een ander iets. Iemand krijgt alle software op zijn werk om mails uit te lezen omdat hij blind is. Dat is allemaal geregeld. Die software is perfect. Wat doen collega's? Je wordt gebeld. Die schrijven op een briefje wie er gebeld heeft, echt waar. En die hangen dat geeltje aan je computer. En iedereen lacht er altijd om, want het is ergens ook grappig. Maar als je erover nadenkt, denk je, wat gebeurt daar?
dat je dat een collega aandoet, die collega is blind. En dan wordt er geklaagd, hij belt nooit terug. Nee, natuurlijk belt hij niet terug. Hij ziet het briefje namelijk niet. Dus er zit ook een bepaald, bijna een soort... bewustwording in. Nou, dat is wel het minste. Het verbaast je. Dus in de cultuur van hoe wij met elkaar omgaan, moet ook die rekening houden met elkaar. Dat is toch een heel bazaal iets. Dus het is ontwerp en het is rekening houden met. Design for all. Pieter, jij bent ook recruiter. Dus je hebt heel veel te maken met mensen die werk zoeken en werk nodig hebben. Hebben jullie veel mensen met een beperking in je bestand? Nee, bijna niet. Nee. Maar goed, ik heb in het verleden ben ik zelf leidinggevende geweest en ik heb al regelmatig ook mensen in mijn team gehad met een beperking. Ik heb op een gegeven moment bij de ING gewerkt en had er een jongen in mijn team die had een visuele beperking en die had ook een aangepast scherm. Die zat heel dicht bij zijn scherm en die moest heel veel scrollen om het allemaal toch te kunnen lezen, want hij zag heel slecht. Het verschilt een beetje per werkgever natuurlijk hoe ver alles goed daarop ingericht is. GroenLinks staat natuurlijk pal voor een inclusieve samenleving. Of het dan gaat om mensen met een beperking, of mensen met een andere achtergrond, of mensen met een andere geaardheid, of wat dan ook. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, iedereen moet de mogelijkheid hebben om overal naartoe te kunnen gaan. En als het gaat over overheidsgebouwen en over cultuurinstellingen, dan vinden wij dat de overheid daarin een voortrekkersrol moet nemen en daarin het goede voorbeeld moet geven voor de rest van de samenleving. Denk je dat bijvoorbeeld met... alle wegen leiden naar Rome, hè? Kun je een beetje zeggen van alle wegen leiden naar Amsterdam, hè? Alle tramlijnen die komen hier op het centrum aan. Toch zie je dat het GVB lijnen gaat snijden. Bijvoorbeeld lijn 51 verdwijnt en er komt een bus voor in de plaats. Ik denk dat een aantal mensen met een beperking dat niet prettig zullen vinden. Ook bijvoorbeeld in ons stadsdeel Nieuw-West wordt bij de Osdorperban, dacht ik, of Tussenmeer, wordt een jaar lang gebouwd. En komen die bouwwerkzaamheden stil te liggen? Hoe moeten we daarmee omgaan? Heb jij daar een idee over, Pieter? Hoe we daarmee om moeten gaan? Ja, dat die werkzaamheden stil komen te liggen, dat heeft te maken met het feit dat de aannem zich teruggetrokken heeft. Dat is heel vervelend. En ik hoop dat we daar snel een oplossing voor kunnen vinden. Het GVB heeft een bepaalde criteria om te berekenen hoeveel openbaar vervoer ergens in een buurt nodig is. Je hebt een bepaalde afstand tot een halte die mensen maximaal moeten ondernemen voordat ze bij het openbaar vervoer zijn. Dat soort regels moeten we heel kritisch naar kijken om te kijken inderdaad of ze goed worden toegepast en of er mensen niet te ver van openbaar vervoer afkomen te wonen. Je ziet namelijk heel vaak, er wordt gezegd 400 meter of 800 meter, maar dan wordt gekeken hemelsbreed. En dat is toch, als je dan over het water moet, is dat toch vrij lastig. Nou ja, als je kan zweven over het water is dat leuk, maar de meeste mensen kunnen dat niet. Dus dan moet je naar een brug en je moet om. Dat kan ervoor zorgen dat je veel meer meters onderweg bent. En je kan volgens mij met slimme berekeningen kun je veel beter berekenen wat de werkelijke loopafstand is. In plaats van de absolute afstand tussen A en B op een kaart. En daarmee kun je ook veel eerlijker gaan berekenen inderdaad of mensen wel dicht genoeg bij een halte wonen. De komende verkiezingen, Greta, zijn ook van belang. Mag ik hier ook over dit punt iets zeggen, maar dan regionaal? Want dit speelt natuurlijk ook voor mensen met een beperking. Kijk, het regionale beleid gaat steeds meer de richting op dat je moet overstappen. Dat je gaat naar bepaalde knooppunten, daar stap je over. En je hoort nu van mensen uit Purmerend en Zaandam dat ze het echt heel vervelend vinden dat ze in Noord stoppen. En daar moeten overstappen op de Noord-Zuidlijn. En dat is voor mensen met een beperking natuurlijk nog extra vervelend, dat je niet rechtstreeks naar het Centraal Station. Mensen willen graag van deur tot deur, daarom is de auto ook zo geliefd. Maar ook met openbaar vervoer. Als je eerst weer moet overstappen, is gewoon vervelend. En zeker als je niet lekker ter been bent of wat ook, maak je het mensen extra lastig. En ik zie nog niet dat daarover na wordt gedacht, hoe je dat nou voor mensen comfortabel maakt. Er wordt gedacht vanuit het vervoer, maar niet vanuit de mensen. We gaan nu even kijken naar een filmpje met Gerda Polman. Zij heeft gekeken van hoe het openbaar vervoer tegenwoordig eruit ziet. Het filmpje. Ik woon in Amstelveen en ik maak best regelmatig gebruik van het openbaar vervoer. Onder andere van de metro. Binnenkort, rond 22 juli, dan gaat de Noord-Zuidlijn die gaat rijden. Eindelijk, na heel veel jaren en na heel veel geld. Met Carol en Ronald hebben we vorige week vrijdag mochten we meegaan met een proef, met proefritten van de Noord-Zuidlijn. Carol rijdt achteruit de metro uit. Het is een algemene oproep geweest om de Noord-Zuidlijn te testen. En daar heb ik op gereageerd en Ronald ook.
De eerste keer, toen was het vol. Dus ik dacht, nou, dan houdt het testen op, hè. Prompt kreeg ik een paar dagen later weer een e-mail dat ze toch vanwege de drukte toch weer wat meer testtijden hadden ingebracht. Ik was erg onder de indruk van hoe mooi en bijzonder alles was. Ook best wel ruim ook. En de ontvangst was echt heel prettig, heel gastvrij. Dus ik was een en al energie en enthousiasme van wat leuk om dit mee te maken. Maar op het moment dat wij de metro ingingen en ik voelde hoe hoog het verschil was tussen de metro en het perron, toen was al mijn enthousiasme ineens weggezakt. Als je achteruit rijdt en die paal ook in het midden. Hè? We hadden mensen bij ons. Ronald heeft het opgemeten. En volgens mij was de hoogste keer was 4,8. Bijna 5 centimeter. Dat ik vaart moet zetten om de metro in te komen. En als ik, dan moet ik echt heel goed nadenken. Want als je te hard gaat, dan schiet je naar voren. Dan rijd je misschien tegen iemand aan. Als je te zacht gaat, dan kom je er niet in. Dan zit je vast. Dus het is niet gewoon lekker binnenrijden zo. En elke keer een metro zo in en uit. Vooral achteruit is hartstikke eng. Ik heb veel vrienden in een scootmobiel. En die willen allemaal zo graag in de metro. En die zitten dan met spanning te wachten op wat ik er dan van vind. Want zij willen ook heel graag. En dan kom ik met teleurstellend nieuws. Nou, ik ben ooit eens betrokken geweest bij een schouw van een metro. Dat is of in 2009 of in 2010... toen hebben wij dat al doorgegeven, dat de afstand tussen de metro en het perron gelijk moet zijn. En dat de paal op de plek van de rolstoel, dat die paal er niet moet zijn. Ik weet niet of ze dat mee hebben geteld, volgens mij niet, want er staat gewoon een paal en er is gewoon hoogteverschil. Ja, hier is het nu goed, hè? Dit, zoals het nu is volgens mij prima, hè Gerda? Aan het eind van de rit konden we bij iemand van de Noord-Zuidlijn onze bevindingen weergeven. Ze hebben iedere keer het excuus van de treinen. Nee, nemen als we nu weer nieuwe treinen nemen, dan gaan we zorgen dat ze toegankelijk zijn en dat je er zo in kunt rijden en dat er geen trappetjes meer zijn. Vervolgens worden er 10, 15 jaar later nieuwe treinstellen besteld. En wat denk je? Er zitten gewoon weer trapjes. Dus ik dacht, de Noord-Zuidlijn, die wordt alle adviezen die wij in de afgelopen 10, 15 jaar hebben gedaan, die worden meegenomen. En wij kunnen straks gewoon makkelijk erin en eruit rijden. Er is van alles, er is naar ons geluisterd, want het was namelijk ook beloofd dat er naar ons geluisterd werd. Hoe groot was mijn teleurstelling dat ik daar dus kwam? Buiten het feit dat het prachtig is, hè, dat heb jij ook verteld, Carol. Dat de perrons zijn heel breed, de liften zijn mooi, de liften zijn goed. De bewijzering is op een enkel dingetje na, is die oké. Maar dan komt die Noord-Zuidlijn eraan en dan ga je daarin rijden. En dan denk ik wel, holy shit, wat is dit? Er is gewoon niets, maar dan ook niets veranderd. En dat was echt mijn grote teleurstelling. En dan denk ik, waar zijn wij 45 jaar lang mee bezig geweest? Want dit speelt natuurlijk ook voor mensen met een beperking. Kijk, het regionale beleid gaat steeds meer de richting op dat je moet overstappen. Dat je gaat naar bepaalde knooppunten, daar stap je over. En je hoort nu van mensen uit Purmerend en Zaandam dat ze het echt heel vervelend vinden dat ze in Noord stoppen en daar moeten overstappen op de Noord-Zuidlijn. En dat is voor mensen met een beperking natuurlijk nog extra vervelend, dat je niet rechtstreeks naar het Centraal Station. Mensen willen graag van deur tot deur, daarom is de auto ook zo geliefd. Maar ook met openbaar vervoer. Als je eerst weer moet overstappen, is gewoon vervelend. En zeker als je niet lekker te been bent of wat ook, maak je het mensen extra lastig. En ik zie nog niet dat daarover na wordt gedacht, hoe je dat nou voor mensen comfortabel maakt. Er wordt gedacht vanuit het vervoer, maar niet vanuit de mensen. 20 maart, verkiezingen voor de Provinciale Staten. En dat gaat niet alleen om de provincie, maar ook over de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer worden wetten aangenomen die mensen aangaan. Dus daarom, 20 maart is uw kans om te gaan stemmen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat bij alles wat ontworpen wordt aan de beginfase gekeken wordt, is dit een design for all? Is dit ontworpen zodat iedereen erin mee kan?
En niet dat je het eerst ontwerpt en dan aan het eind denkt, oh ja, er moest ook nog iets voor iemand met een bepaalde fysieke handicap of iets dergelijks. En daardoor wordt die persoon lastig. Dat is hoe het mechanisme werkt. Dus dat moeten we gaan omkeren. Dat is een kwestie van consequent bij elk plan daarop letten. Dat ga ik ook doen in de Staten. Het tweede is dat ik denk dat we een cultuur nodig hebben waarin we ook echt rekening houden met elkaar. De VVD staat voor vrijheid. En dat is echt individuele vrijheid. Iemand met een beperking moet vanuit hoe die persoon het graag wil hebben, mee kunnen doen in de samenleving. En waarom mensen op GroenLinks moeten stemmen, en met name ook mensen met een beperking. GroenLinks staat echt pal voor een inclusieve samenleving. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En dat de samenleving voor iedereen toegankelijk is. Dat mensen de mogelijkheid krijgen om hun leven te leiden zoals zij dat willen. En wij vinden dat de overheid daarin het goede voorbeeld moet geven. Dus als je wilt dat Noord-Holland een inclusieve provincie is voor iedereen, waar mensen alle mogelijkheden krijgen om het leven te leiden zoals zij dat willen, stem dan op 20 maart, is het geloof ik, hè? 20 maart op GroenLinks.